Hallo allemaal. Wij hebben net ondernomen dat het niet het leven van een slaaf op een 18e eeuws slavenschip niet al te best was. De mensen vertelden bijvoorbeeld over dat ze bang waren of angstig, dat ze dood gingen, dat ze werden opgegeten. En het was ook nog eens heel onhygiënisch op het schip. Het rook vooral naar kots en drek. En hier kunnen ze dus ook ziek van worden. Ze waren ook opgesloten op het schip. Ze mochten alleen naar boven om te eten. En ze waren dus met z'n allen opgehoopt op een bepaalde plek. En dus het leven als een slaaf was niet zo heel goed in de 18e eeuw. Dit was het nieuws.